Thank you.
applaus voor violiste Noah Wildschut en natuurlijk de leden van het Radio Philharmonisch Orkest en dirigent James Gaffigan. Voor deze uitvoering van het derde vioolconcert van Saint-Saëns. Hier tijdens het Avrotros vrijdagconcert in de grote zaal van Tivoli Vredenburg in Utrecht. Elleboogje van de solisten voor de concertmeester Liz Perry. En een boeketje haar aangereikt op een, hoe heet zo'n ding, een plateautje. En dan moet je het er zelf even afpakken. Noah Wildschut, de violiste, de residence, de artist in residence van dit seizoen van het Avrotros vrijdagconcert. Heeft samen met dirigent James Gaffigan even het podium verlaten, zal ongetwijfeld nog terugkeren. Daar is ze. Oh, en ze heeft niet alleen een viool, maar nu ook bladmuziek in de handen. En ze gaat ook wat zeggen, geloof ik. Dank u wel. Ik zou heel graag een paar woorden willen zeggen. Omdat ik vind het zo'n bijzonder concert. Het is voor mij voor het eerst in maanden dat ik weer met orkest mag spelen. Het zijn natuurlijk zulke gekke maanden geweest voor iedereen. En ik hoop dat het met iedereen goed gaat. En dat iedereen gezond is gebleven. En dat iedereen om u heen ook gezond is gebleven. En voor mij, ik heb me extra gerealiseerd in de afgelopen tijd dat ik het zo bijzonder vind dat we dat dit mogen doen. En muziek mogen maken. En samen vooral ook muziek mogen maken. En samen op een podium staan. En samen iets moois creëren. En dat delen met een live publiek. En dat heb ik zo ontzettend gemist. En dus daarom vind ik het heel bijzonder, extra bijzonder om vandaag voor u te spelen. En ja, ik wil heel graag nog een korte toegift voor u spelen van Piazzolla, de feestelijke tango etude nummer 3. Aldus Noah Wildschut, die dus een extraatje heeft, Piazzolla. Thank you.
Een extraatje dus van violiste Noah Wildschut uit de zes tango-etudes van Astor Piazzolla. Was dit het nummer 3, Molto Marcato e Energico. En Noah is dus blij dat ze weer spelen kan. Met orkest, voor publiek. Nou, wij ook.